Dit is echt het spektakel gewoon. Dit is een totaalbeleving. Je komt binnen, je zit meteen in de sfeer. Je komt de zaal in en je hebt zoiets van yes, let's go. En je wordt gewoon omvergeblazen. Die broek scheidt wel een broer van u. Godverdomme, laat hetzelfde. Wat is vindt? Wat is ons land bevrijden? Dit is voor mij absoluut misschien de meest actueel aanvoelende musical van alle musicals die we in deze zaal hebben gemaakt. En eigenlijk zou ik erbij moeten zeggen, helaas. Want dat gaat eigenlijk, het is een verhaal over alle oorlogen. En twee woorden die dan bij mij opduiken zijn verlies en veerkracht. Zeg, we zijn niet de enige die dit in een brief moeten schrijven. Allee, het peloton van de Pre, dat doet moeten... En de Pre werd zanderendags wel afgeknald, hè, Albert. Jij hebt er al schoon ingeluisterd. Wat? 2 weken. Jij had gezegd dat we na 2 weken terug thuis zouden zijn. Dat het niet gevaarlijk was, dat we ons geen zorgen moesten maken. Dat ik zeker op tijd bij Anna zou zijn tegen dat we de kleine geboren zou worden. De pastoor eet als je tegen uw vader gezegd. Ik merk dat ook als mensen zeggen, maar wat zijn we bezig? Dat ik heel hard zoiets heb met 14, 18. En ik praat daar vol glorie over. En dat is omdat we ook wel zien, dankzij de vele collega's, dankzij de anderen, dat echt iets is om fier op te mogen zijn. Dus dat is wel een heel cool gevoel. Ik wou dat ik mensen was. Ik wou dat ik kon komen kijken. Ja, ik heb een kwartiertje mogen meekijken afgelopen weekend, toen mijn understudy. En dat was zo leuk om daarna te kijken. Dus ja, ik kijk uit naar de verderzetting. Ja.